Het uitzicht van Hotel Schnurbus. Als ik het goed uitspreek. Ik weet het niet precies hoe ik het uitspreek, maar wat een hotel was dit. Het kon wel een opknapbeurtje gebruiken. En de twee oude mannen die daar het hotel runden, verklaart ook wel een beetje het uiterlijk van het hotel, zeg maar. Ik denk dat ze nou eind 70, 80 zeker wel waren. Het eten voortreffelijk, kamers prima. De inrichting, kon een lapje gebruiken, zullen we maar zeggen. Maar het was fantastisch. Welkom bij dag 2. Hey, ja? Hey. Ja, gaat het? Ja. Oké. Ja? Ik zit. El, ben jij zover? Ja. Yep. Wil je dat ik kijk voor die kruising? Ja, mag. Oké. Ja, rechtsaf. Rechtsaf? Ja, toch? Auto. Rechtsaf, toch? Nou, voor mij moesten we links naar die tank stellen, maar goed. Weet je zeker? Ja. Ik heb geen tankstation gezien in de rit hierheen, dus... Oké, dan gaan we links. Je hebt gelijk. We hadden de andere kant op gehoord. Ja, langs het hotel naar beneden en dan bij de kruising gaan we dan... Links. Ja. Camera gaat nu aan. Ja, camera loopt. Moeten we plassen? Wat zeg je? Moeten we plassen? Je hebt een hele grote spin gemist, hè? Ja, en nee, ik zag hem ook al. Briljant. Ja, het is toch geen Australië, anders heb ik het geloof. Ja, precies. Doet, doet. Daar gaan we. Zijn niks vergeten? Volgens mij niet. Verstand. Genoeg motoren hier binnen. Oh, wacht even. Dat zijn inderdaad heel veel motoren. Zo, de knetter. Zal ik afgaan of... Alsjeblieft. Ja. Oh, sorry. Rondje in de weg. Beetje maar. Beetje maar. Gaan we achter elkaar door? Of? Kunnen we doen, dan moeten we het alleen even bijhouden. Ja, maar niet uit, ik had hem ook. Ik zet hem wel even aan de andere kant. Hey, dat kan wel, maar dan moeten we het even bijhouden. Wat is het toch met die 1? Het koppeling, dat is niet goed. En je lampen staan aan. Ja, dat maakt niet uit. Weet je hoe deze tent heet? Nou. Vertel. Bij de Wilde Timmerman. Bij de Wilde Timmerman. Waarom moeten we bij de Wilde Timmerman? Zo heet die tent. Maar waarom is de Timmerman wild? Waarom ga je zo'n stukje rol? Het is heel grappig. Bij de Wilde Timmerman, dat is toch geen grappig stukje? Nee. Hey, nou. Zit aan de andere kant ook een pompje aan? Ja. Oh. Nee, die is al met een automaat bezig. Oh. Ja, maar ik heb geen pompnummer ingetoetst. Je hebt geen pompnummer ingetoetst, waarom doe je dat niet? Er is ook volgens mij geen pompnummer. Jawel. Oh, wel. Pompje 2. Waar staat dat dan? Waar? Nou, zie je dat schermpje daar waar je hebt rood-rood, dus super, oh, super 18, ja. Staat er 2. Ja, ik zie het. Dat in Duits, dus het is even wennen. Het is net even anders dan bij ons.
Met die welnemen wil ik ook even die zonnebril lozen. Heel ergens. Nee, niet heel erg, als je maar niet in een tas kwijt wil. Ik weet niet waar die hoes heen is. En linkerzijkoffer. Ik weer zo schijten. Van dat hij koud is. Heb je wat met doen? Nee. Nog niet. Nee. Mm-hmm. Deze aanpakken, niet erin stoppen. Deze. Oh. Erin stoppen, dan kan mama gewoon doortanken. Zeg maar. Oké. Heb je alles wat je hebt worden aangegeven, schatje? Ja. Dank je. Oh, gaat het goed? Oh. Goed bezig. Maar waar denk je... Hemelkroon. Ja, prima joh. Ergens daar. We zien het wel. Zullen we hemelkroon pakken dan? Prima. En dan hoeven we er niet op uit te komen, maar dan gaan we die kant op. Oké. Okay. Ja? Sure. Je hebt je contact aanstaan, liefschat. Je hebt je contact aanstaan. Ja. Als je accu al slecht is. Ook in de schaduw staan. Was? Ich meinte, ach, das hier. Ist. Und vorne ist von vorne. Das ist doch. Das meinte ich. Das habe ich gesagt. Halt, Schlaufe. Aus wie Rennleitung. Okay. Die Rennleitung ist blau, ne? Ich habe kein Blau, nein. Ich habe kein Blau. Nein, nein. Das ist doch gut so. Der nimmt zu viele mit, die stürzen, deswegen warum sie aus. Gute Wart. Mittag. Oh, we hebben maar een route van 7 uur uitgestippeld. Wow. Nee, maar die gaan we niet helemaal rijden, dat weten we al. Heb jij hem al? Ja. 334 kilometer. Kijk eens of je hem gestart krijgt. We gaan niet duwen. Nu zijn er nog een hoop mensen. Ja, we gaan niet duwen. Wil we gewoon gaan rijden? Ja, nou. Sta je uitlaat, joh. Ja, nou, doe dat dus niet dan. Nou. Kan je daar langs? Ja, zeker. Oké. 1, 2, opske. Nou. En gaan met die banaan. Oh, rood. Nou, je bent dan. Je onderschat me, schatje. Oké, okay, dus nu gaan we naar links, hè? Waar? Ik heb geen route. Ja, hoezo heb je geen route? Hij is nog aan het nadenken. Nou, ik heb al drie keer een alternatief gehad. Nou, ga even voor dan. Oké, okay, we gaan daar naar links. Ik heb niet zo goed waarom hij bij mij dat niet doet, maar... Nou, hij zegt hier ook naar links, dat kan allemaal niet. Nou, maar niet uit. We rijden door. Hij heeft hem van mij nu opgepakt, we houden rechts aan. Ik heb alleen geen aanwijzingen. Ik heb het indruk dat we zo meteen links afgestuurd worden. Ja, over 400 meter. Dan krijg ik geen aanwijzingen. Let op, hè? Ja.
Hebben jullie het ook al gedaan? Niet dat ik weet. Wauw. Rechts, ja, precies. Ja. Ik ben niet de enige met het briljant idee. Gooi je het maar. Het is dezelfde mensen als net. Nee, het is een hele andere groep. Ja, andere groep. Komt niks. Nee, niks. Oeh, over niks. Oh, jezus, het is één. Goedemorgen, al. Crap. Rechtsaf. Kijk, goed links inderdaad. 3. En go. Zo, daar zijn we heerlijk aan het rijden. Onderweg vanaf Hallenberg, dat is de plaats Hotel Schnorbus. En dan gaan we richting Ubertule of zoiets, Ubertulba, naar het Kessler Hotel. En dat zijn we dus nu aan het doen. Mijn naam is Edi. Op de BMW zit Ellen en bij mij achterop zit Frederik. Vrees de dochter van El. We zijn met z'n drieën onderweg voor een 2 weken vakantie. Bijna 14 dagen geloof ik dat we weg zijn geweest. Het is een uur film. Ik kan er niet heel veel minder van maken. De omgeving was zo verschrikkelijk mooi en zo verschrikkelijk gaaf om te rijden. Ellen heeft echt, die is echt aan het draven hier zo. Ik heb, zoals je ziet, redelijk moeite om erbij te houden. Dat benoemt ze ergens ook een keertje. Ja, dat is prima. Dat was leuk. Dat was echt leuk. Het is echt een geweldige vakantie. Ik hoop dat jullie interesse gewekt is en blijft. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk filmpjes te posten. De tijd ontbreekt me een klein beetje. Maar goed, ik zal het gekletsen zal ik stoppen. Ik zal bij de stops zal ik nog wat vertellen. En dan hoop ik dat jullie genieten van de rit, het rijden en de omgeving en onze geklets en gedoe. In ieder geval bij deze alvast bedankt voor het kijken en tot zo. Oh. Oeh, mooi. Heerlijk dit. Ja, dit is echt super. Vrij, heel eerlijk, ik verkies dit liever dan de Stelvio. Ja, ik ook. Dat weggetje net ook. De korte bochtjes vind ik prima. Maar dit is voor mij lekker rijden. Gewoon, het rijden we 80. Lekker relaxed. Boompjes, dingetjes, groen. Hert op de weg. Dat. Stelvio hoeft voor mij echt niet per se. Het is wel leuk om te doen. Maar, je moet het een keer gedaan hebben inderdaad. Precies. Precies. We gaan trouwens bij de volgende stop,
als jij toch besluit bij mij achterop te blijven zitten, gaan we even de intercom van jouw moeders helm op mijn helm zetten. Oké. Dan hebben we gewoon makkelijke contact. Oui, oui. Très bien. Nou, over contact gesproken, ik ga er. Nou, bedankt hoor. Tot ziens. Ja, dag. Ja, tot de volgende. Ja, tot de volgende. Stil. Ik kom hard aan. Is die vrij? Wat zeg je? Is die vrij? Ja. Wauw. En hoe voel je? Ja, prima. Heerlijk. Ik ben niet aan het racen. Ik ben aan het rijden. Ik ben aan het genieten. Cruisen. Ja. Daarom heb ik af en toe moeite om je bij te houden. Want ik ben echt in de relax-modus. Weet het toch? Jij bent lekker aan het draven. Ja, prima. Lekker doen. Kijk vooral niet in je spiegels. Als ze de verbinding verliezen, dan... dan merk je dat wel. Dat is de keer andersom. Maar doe dat vooral ook, hè, als het lekker loopt. Het gebeurt vanzelf. Nou ja, als het zo gebeurt, dan werkt het wel. Maar dat heb ik met jou voorop ook altijd. Ja, weet je, als je even wil galopperen, lekker doen. Ik kom wel. Rustig. 50 km per uur en 70. Oh, is dat een driehoekje rechts? Ik weet niet waarvoor. Oh, zo op de weg. Oh ja. Kijk nou toch, dit is nog om op te vreten dit. Wow. Oh, dat is een kerkhof. Waar je in ieder geval nooit meer gestoord in je ogen rust, dat is voor zeker. Lekker hoor. Ik ben jou wel dankbaar dat je me verslaafd hebt gekregen aan dit, deze hobby. Ben je er verslaafd aan? Nou ja, verslaafd, nee, dat is een keer de woord, het geïntroduceerd hebt. Het laat kennis maken met. Weg, hou er langs. Ja, in Duitsland, hè, werk met groot licht. Nou, het is, zelfs bij daglicht is het prima te vol. Godverdamme. Wat? Ja, ik rij van alles dood wat dan naar binnen valt. Het is een beetje oh, fietser. Yep, en een bus. Hou goed rechts. Gezien. Thank you. Ja, ben je er nog? Ja hoor, rij maar lekker door. Echt ik is slecht hier hoor. Dat heb je al gevoeld, denk ik. Yep. Boven bent, krijg je ineens een draai naar links.
Nu? Ja, dan ben je nog. Hoor je me nog? Ja, nu wel. Stop, stop, stop. Wow, het zijn een hoop stopjes. Ja. Oh, wacht, ik sta... Hé, hoe dan? Wat doe je? Ja, start je of niet? Ja, nee, maar hij zei dat ik in zijn end stond. En toen ik de koppeling opkwam, en toen sprong hij weg. Ben je gestart? Ja, ik ben gestart, ik kom aan. Wijk rechtsaf hier zo. Wel? Ja, ik zie het. Oké. Okay. Sorry, CRM. Oh, je gaat nu van... Ja, precies. Hallo? Hi. Hallo? What's happening? We gaan even stoppen. Zij de winkel hoor. Ja, kom maar vreemd. Oh, mijn knie! Oeh. Lekker je helm af. Jasje even uit, als je dat wil. Heel even pauzeren. Ja? Nieuw. Dat is volgens mij een schip is, hok. Vast. Wat? Hou je vast? Nee. Nee, toch. Oh, dat is toch wel lekker een schoon scherm. Oh, ik wou het net hetzelfde zeggen, ja. Zo, ik heb een gewoon scherm die niet goed is. Alles goed? Ja hoor. Ook? Ik schakel even door naar z'n 1 en dan geeft dat uit een soort van blok. Wat ging jij zeggen, Erik? Ah, jongens. Nee, niks, oké. Okay. Even opletten hoor, want we moeten voorrang verlenen en we gaan rechts en gelijk links. Oh ja. Hoe moet dat hier?
Ik durfde niet te zeggen of die vrij was. Ik ga maar jezelf even kijken. Ja, nee, dat snap ik. Ik vind het ook wel goed dat je niet alles voorkoudt, maar dan kan ik zelf ook al doen. Daar leer ik van. Ik moet nog even wennen aan het rijden met zonnebril. Grappig. Maar je hebt inderdaad gelijk, het zicht is goed. Wide open. Ik ben vergeten om het motorgeluid op te nemen. Oh. Ach ja. Wat? Ach ja. Ach ja. Heeft toch verbinding met mijn telefoon? Oei, yep. Zo, dus kom op. Als je me langzaam achteruit laat lopen tegen het stoepje, dan komt het goed. Hier moesten we dan toch heen, zei hij. Blijf even staan, Hel. Even kijken. Hoor je me ook niet? Ja, ik hoor je. Zo. Nee, volgens mij moeten we hier rechtsaf. Kom ik naar jou toe? Doe maar. Kijk ik even op dat bord hier. Dus niet linksaf slaan zometeen. Ja, waar ben je? Hier zo. Ja. Rij maar terug waar je vandaan gekomen bent. Dat bord, ja, ik zie je. Was het een verkeerde afslag? Ik hoor je niet, Vrij. Oh, was het een verkeerde afslag? Wegopbreking die niet in mijn top staat. Ah, oké. Okay. Ja. Gaat dat goed? Ja hoor. Hoi. En dan zijn wij van die eigenwijze Hollanders die dan toch proberen te volgen, zeg maar. Over 110 meter. Zo, wat een wegdek, man. Niet rechtsaf. Niet? Nee, wij gaan de borden U1 volgen. Ja, dat. Ah, zo, ja dan. Waarom wachten wij? Omdat hij op groen springt. Yes. Oeh, braaf. Godverdomme. Verbaas je jezelf enigszins weer. Och ja. Hij kan een stuk platter dan ik denk. Toch wel. Oh.
Je hebt ook nog niks gezien, hè? Op. Hier zo, wat is dit? Nee, kut. Om er een trek te krijgen, moeten we niet gewoon even uitwijken naar een snelweg? Ik loop net vanaf, er is hier geen snelweg meer. Ik zit echt te genieten, hè? Ja hoor, dit is wel super. Nu vlak voor mij, ja, zie je het als ik al wel hoor. Wat? Kijk, als je hebt op. Dat is niks. Hier links, wat hebben we hier? Lopend. Nee. Ja. Dan gaan we daar stoppen. Daarnaast. Handig gewacht, daar ben ik. Ik neem aan dat we hier stoppen. Jezus, mijn been. Kun je ze zo laten staan? Denk het wel. Zo, een welverdiende pauze bij de pizzeria. Pizza's hebben we iets te veel gehad deze vakantie. Kom ik later op terug. Hoop ik, denk ik. Maar deze was echt goed. Het is echt een pizzeria. Een echte pizza. Een echte. Heerlijk. We hebben een stukje meegenomen zoals je ziet. En we gaan weer verder. Ja. Dat is weird. Mijn mondcommunicatie is niet belangrijk. Staat hij aan? Ja. Oké. Zo. Het kan ook zijn dat ze te dicht bij elkaar staan, zeg maar. Misschien. Ja, dat kan ook. Maar voor de rest gaat alles goed, ja? Hoi. Hoi. Ik heb net het rol gedraaid en gewoon van Madagaskar. Auto achter. Camera loopt, geluid, check, fuck. Nou, weet je, jammer dan. Wat is er? Ik vergeet mijn motorgeluid, maar ik heb geen zin meer. Het is warm. En als ik het warm heb, heeft iedereen het warm. Moet echt valt mij mee. En ik heb het snel warm. Ik ben echt aan het surfen. Free, let's go. Ja, 1, 2, ops, oké. Moment, op. Yes. Zo. Brand ik wit voorop. Heb je nou in de tussentijd weer iets wild gereden? Wat zei je? Brand ik wit voorop? Ja. Mooi. Oh jongens, kom op, voeten erop, geen gezeik hebben rijden. Klaar. Spintje! Oh, lekker. Oh, lekker hoor. Ik weet ook wat ik wil, ik heb mijn shirt uit. Kak. Zo, daar was ik aan toe. Nou, kijk eens. Ja, ik zag hem. Oh. Maar op de weg. Ja. Mensen, het is een bouw. Nou, inderdaad, ja. De eerste van het jaar. Nee. Ik heb al eerder een gezien. Ja, en dat zag je niet eens even? Je was aan het luisteren naar muziek. Was het net op de snelweg? Ja, oké. Toen gingen we onder een viaduct door en toen kwam ik net.
bovenlangs. Ja. Nou, het is de eerste wouw die ik zie. Ja. En ik zeg wouw. Tot zo. Nou, doei. Doei. Ja, doei. Rustig aan, let op je lijn, hè? Ja. Oh, dus. Wat? Heerlijk. Scherpe bocht. Ja. God, ik ga er doorheen als een kleuter. Nergens over dit. Nou, ik ging er ook net iets te langzaam doorheen. Ik had hem iets scherper ingeschat. Ben je weer weg, Geoffrey? Ja, blijkbaar. Wat voor kleur is mijn koplamp? Wit. Wit. Hier, links. Schwarzenborn. Ik heb werkelijk geen idee bij. Ik ook niet. Oh, hallo. Hallo. Nou is het 21 graden. En net was het? 25. Wauw. Dit is gewoon schitterend. Nou, zoals wel een hoeve. Aha. Oh, dat geur van hooi, heerlijk. Dat vind ik zo fijn aan motorrijden, je ruikt alles. Ik ruik het. Sorry. Geef niet. Ik weet wie het is. Vrij? Ja. Thank you. Ik had een afslag gemist. Ik zat zo lekker in een bochtje. Jij ging steeds langzaam. Ik denk, potverdorie. Ik meen dat ik naast je hang, denk ik, oh kut, ik moet naar links. Geef niet. Dat is dus met dat volgen, je kijkt minder op je navigatie. Juist. Oké, hey, het is wel gevaarlijker. Acht procent. Woe, nice. De versnelling is net even overdreven. Oh. Kijk dit dan, dit is toch wel een suikerbrooddorpje, Jezus. Hey.
Boep. Wauw. Zegt dat wel. Als je aan de buitenkant, ouwe. Tegen mij of tegen die motor? Ben je ook een denkje? Speeltje, tegen. Even opletten. We hebben voorrang, staat hier. Toe. Auto in de verte. Oeh, gezien, thanks. Ja, nee, waarom? Dat is een vervelend klein draaitje, dit. Awesome. We gaan naar Ibra. 11 kilometer. Dat die BMW iets meer gas gaat geven. Ik heb er een stukje uitgeknipt, maar we rijden al best wel een stukje achter deze BMW en die ging echt, echt langzaam. Die reed 20, 30 km per uur. We hebben heel lang niet in kunnen halen. Gewoon haarspeldbochtjes en dat soort dingen, gewoon geen zicht. Ik ben met de motor ben ik redelijk snel, maar we gaan niet onnodig gevaar lopen. Dit stukje kon ik prima overzien en dan ben ik er voorbij gestoken. Maar jeetje mina, het ging die BMW langzaam. Wat jongens, niet te geloven. Maar goed, ook deze weer ingehaald. De omgeving is hier zo fantastisch. Ik hou hiervan. Oh ja, nog zo'n inhaalactie. Deze rijdt ook niet echt hard, zeg maar. En ook hier zitten we er al even achter. Ja, op een gegeven ogenblik, je mag hier, nou wat was het, je mag hier 70 of 100, ik weet het niet meer, 100 geloof ik. Dat wil je hier niet rijden, geloof me, dat wil je hier niet. Maar 30, 40, dat was me toch ook wel net even te traag. Dus, ja, nee, ja. Nee, nog niet. Het is ook zo'n punt dat ik denk, echt, ik wil er voorbij, maar. Wacht maar voor de goede verstelling, het is een scherp bochtje.
auto's. Hele file. Je kunt natuurlijk afvragen waar dan. Oh ja, ik voel wel enigszins voorwaartse kracht, zeg maar. Anders dan de boter. Dit is geen 13%. In totaal mis ik wel. Oeh, zo de knetter. Nu gaan we volgens mij. Nou, dit was niet dit was niet de 13% die ik verwacht had. Nee. Kijk, dit is meer 13%. Ja, maar dan de andere kant op. Ja, precies. Nee, we hebben wel scherpere stukken naar beneden gehad, zeg maar. Ja. Waarom? Maar de navigatie stuurt ons door het dorp heen, wat we mensen op het hoofd zijn gaan kunnen houden, geloof ik. Ja, zo te zien wel, ja. Ja, dat is een spannende route. Ja, aan de andere kant hadden we dit dan ook niet gezien. Nee, dat is dan ook maar zo. Ach. Voorfoutje. Nou, gasthuis. Zullen we hier maar stoppen dan? Ja, kan. Nee, ja, slot. Nou ja. We zijn al lang niet ver genoeg. Althans, ik ben natuurlijk niet de enige, maar wat mij betreft wel gewoon een stukje verder. Kunnen we nog een stukje verder. Gaan we nou doen dan? Geen idee. Ik ga even staan. Ah, koeling. Laat die auto voorbij gaan, maar. Auto, oké. Okay. Nee, de auto nog niet eens gezien. Wie is die harder rijdt dan wij? Nog niet. Dan rijden we maar voorbij. Dan kunnen wij gaan de postpak rijden. Alles bonkie? Ik wel. Oké. Ga jij even? Wat?
Wat zei jij nou? Of alles bonky was. Oh, ja zeker. Er kwam een auto en die gingen we even laten passeren. Oké. We waren net aan het... Zo, hallo. Yes. Tete! Ja man, roept dat lekker. Jezus! Dat is een grapje tussen man en mij. We hadden het er net over om te kijken, om zo een plekje op te zoeken waar we gewoon op ons gemak even kunnen staan. Uh-huh. En dan eens een pijltje te gaan gooien, net als gisteren, weet je wel. Uh-huh. En dan eens kijken of we een hotel kunnen vinden met een zwembadje of zo of iets. Wat wil je nu al? Wat zei jij? Wat wil je nu al? Nou ja, of niet, maar... Of, hoe laat is het? Kwart over twee, tien voor half drie. Ja. Oh, oké. Okay. Wel dat tijd wordt dat we pijltje gaan gooien ergens. Ja, oké. Okay. Maar dat dat nu al een zwembad zou gaan worden, dat... Nou ja, goed. Laten we in ieder geval een pijltje gooien en... Er zit niks achter ons, toch? Kijk eens even, wat hebben we hier? Hier. Immer. Kuur is bier, 10 meter. Ja, go. Wow. Oh. Yo, what the fuck? Waarom stonden we ineens in de berm? Nou, omdat hier iets gesloten is. Godverdomme. Is de weg gesloten? Oh. Mag ik heel even mijn benen strekken? Ja, ja zeker. Dat mag jij. Jezus. Man, man, man. Ga er maar even af. Ja. Wat is er? Is de weg afgesloten? Nee. Oh. Dit is dicht, zo te zien. Via Gautenke Öffnet, staat er. Ja. En dan sta je er. En dan besluit je, ik word machinist. Op een dag weet je het, ik ga er even uit. Elke dag, en dat is een beetje het thema van onze vakantie, wij rijden gewoon een bepaalde richting. We hadden het idee richting Tsjechië te gaan, nou dat hebben we gedaan. Elke dag zo rond een uur of twee, drie, gooiden we een pijltje van nou, naar dat hotel, daar gaan we heen. Nou, dat zijn we dus nu aan het doen, een pijltje gooien. Yo! Yo! Ik lag mij gerot als het de eerste wc die we tegenkomen pas bij het hotel is. Daar zijn we weer! Woehoe! Ja, dat hoort nog niemand. Nou. Hier is het weer als laatste. Maar ik sta een beetje in het groen. Hm? Hoor je mij of niet? Ja. Oké, okay. Ik heb het niet namelijk. Oh. Ja, jawel. Heng, 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 heng. Oh. Wat moet er eerst ook nog even zijn? Ja. Ah! 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 Beste Ellen. Je begrijpt toch zeker wel dat er een gek naast je ligt? Beste Ellen, je begrijpt toch zeker wel dat er een gek naast je ligt? Oh, stress! Oh nee! Oh, oh nee! Wat staat er naast je? Camera staat al aan, hè? Yes! Kan je niks schelen! Ze moet draaien, dat ligt allemaal grind hier. Oh,
stress! Stress, paniek! Wat een stress, ach! Allemaal een stress, ja! Ah, stressfactor! Niet ook. Godverdomme. Wat doe je nou weer? Ik zo ga. Ik loop ook wel eens schelden, man. Laat me nou gewoon even, man. Dat is jullie gelijk altijd. Kun je toch maar één keer. Ah, meteen. Oh, er is aan de hand. Paniek, pieuw. Sorry. Voel je je zo? Dat is mijn tekst. Oh ja, nou, daarom zeg je het ook. Beste Frederik. Ja? Kom. Waarheen? Ook zitten. Ja, nee, dat snap ik allemaal ook over. Je stond net zo van in een boom. Zeg, hallo, show off. Ja, flexer. Goed dan. Ik heb een oor al gekeerd. Kut hoor. Oké. Kom eens komen, maar die andere die rijdt weg nu. Ben je er wel? Ja, ik ben er. Vrij. Dat weet je. Wat zei jij? 10% dalen. Oh, je hebt een vlinder aangereden. Oh. Ik zag hem helaas te laat. Ja, nou ja, goed. Nou. Kon je ook niks aan doen. Oh, dit is een butterfly across the road. To get hit by a Honda. Hoi. Nou, ik ga weer, doei. Nou, doei. En hoor je eetje mee naar poepoe. Ik zie een heleboel oranje aankomen, zie je dat ook? Ik zie helemaal niks. Oh, oh daar, op de navigatie wil je. Ja, LB. Je hebt geen kind achterop, je rijdt gewoon lekker achter, man. Gemeen bochtje zit. Aha. Oelala. Oelala. Oh. Als we echt heel nodig moeten, kunnen we nog terugdraaien. Nee, laten we door. Komt goed. Deur achter jou, hè? Pas op. Wil je geld mee hebben, Frey? Volgens mij wel. Ja, oké. Laat me anders zeggen. Hier heb je geld, dan kun je naar de wc. Is jij bij de motor dan? Ik blijf even bij de motor. Ga je mee, man? Ja, ik kan ook wel landen. Ja, er zit op hetzelfde moment geld in. Ik geef hem lekker af. Maar waarom? Dat we ook nog even wat drinken. Zo. Je hoeft niet, mag. Maar. Ja, oké. Okay. Ja. Oh. Dit is een beetje
dat toch wel? Onze laatste stop voor het hotel. Dit wc stonk. Deze benzinepomp stonk. Echt niet normaal. Echt niet grappig gewoon. Het is ook dat we heel nodig moesten. Anders hadden we echt gewoon doorgereden. Maar goed. Bijna bij het hotel. Ik krijg ineens van die F1 visioenen. Wat? Visioenen? Ja, dat had wel een Belg geweest, dat wel. Oh! Naar de aankomst bij het Kessler Hotel in Übertulba. Ja, nou, nog een paar leuke foto's gemaakt van de van onze motoren en het hotel uiteraard. En zo meteen zie je ook nog een kaart zoals wij globaal gezien gereden hebben. Mochten jullie het niet herkennen, Google maar eens op APRS Anton Pieter Richard Simon of Alfa Papa Romeo Sierra. Volgens de spelling, zou ik maar zeggen. De NATO-spelling. Het Kessler Hotel. Het was een prima hotel. Niks mis mee. Kamer was groot. Ruim groot genoeg. Eten was prima. Kort bij de snelweg. En we konden de volgende dag gelijk weer door. Dit was niet een hotel waar we echt bleven voor onze fun. Maar het was gewoon hartstikke goed. Niks mis mee. En krijg je nu de kaart van APRS. Die groene lijn, dat is hoe we rijden. Het werkt met radiosignalen, dus vandaar dat je niet overal een rood puntje ziet. Want als we geen ontvangst hebben, of andersom als we niet kunnen zenden, of we niet ontvangen worden, dan houdt het op. Bedankt voor het kijken allemaal en hopelijk tot dag 3. Houdoe!